Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn, sowieso. Volgens mij hebben we helemaal een volle bak. Dus dat is echt perfect. Allemaal voor het goede doel, binnen tegen de mes. Maar er zitten ook andere mensen van Team 100% in de zaal, die bijvoorbeeld een groot verzet tegen kanker gaan fietsen, ook een mondel doen, maar dan in september. Er zijn mensen bij die al best op gaan. En zelfs iemand bij die voor ALS, een mondel doen op gaat. Ja, dus we hebben een hele goed gemotiveerde groep vanavond. Ik ben bijzonder trots en dat is een van mijn teamgenoten mij wil helpen vanavond. Want Kari gaat ook mee fietsen. Voor mensen die haar kennen, zijn ze daar die overweg in Mars, die is terug van spinning. Heeft hij helemaal lesgegeven in Marslaan? Oh. Voor mensen kennen haar. Ik vind het heel leuk dat zij hier is. En nou, we gaan gewoon beginnen. Het is een race day, dus je weet wat het is, hè? Ja. No easy ride today. We bouwen het wel rustig op, maar daarna... De buik erin. En het is bijna de 13, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren. Oh, wat ga ik? Ik hou de microfoon in elkaar. Carnavalspraatjes. Ik vind het super leuk om hier weer te zijn. Met jullie allemaal, met Erik en bijzonder. En om zoveel bekende gezichten te zien. Van Alphen West volgend jaar op de 6. Van het huidige team en nu de oude leden van de sluis. Kom even tot stilstand. Even wat rust in de tent, hè? Stilte voor de school. Jullie weten, race day, 80% tot 92% van je maximale trainingshartslag. Dat is hoog. Wie heeft er een hartslagmeter op? Kijk, mooi. We gaan rustig opbouwen, goede warming-up, daar nemen we de tijd voor. Luister naar je lichaam. Het is een race day, wedstrijd, dat is het uiterste wat van jou gevraagd vandaag. Maar respecteer je eigen lijf. Ja? Oké. Okay. Let's start. Als je zover bent, ga je handen naar positie
2. En dan staat de positie 3. En we gaan naar de Twilight Zone. Yes. Thank you.
Sweet destiny. Gewaardeerd om weer een full house vanavond. En niet